Het is een heel ander soort verhaal als dat waar we het de vorige periode over hebben gehad. We hebben het toen natuurlijk uitgebreid gehad over globalisering. We wisselen het een beetje af. Het hoofdstuk heet niet voor niets aarde. Het hoort dus eigenlijk een beetje bij systeem aarde, maar dan meer ten aanzien van landschap. En het gaat hier met name over landschapsdynamiek in deze paragraaf. Dat wil zeggen dat we gaan kijken naar hoe de bodem zich ontwikkelt. Dat is eigenlijk een beetje biologie. Ja. We kijken eerst naar de opbouw van de bodem. Overigens heb ik hier gebruik gemaakt voor een deel van de syllabus voor het examen, omdat ik vind dat er in het boek niet alles staat wat je moet weten. Dus het kan zijn dat je denkt van, maar hij vertelt meer dan er in het boek staat, dan klopt dat. We kijken naar de opbouw van de bodem, waarom een bodem dynamisch is, hoe dat in elkaar zit. En we sluiten af met de geofactoren. Die geofactoren, dat zijn er een heleboel. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar ik wil ze wel laten zien. Dat je weet wat geofactoren zijn en wat het belang van die dingen is. Maar allereerst de opbouw van de bodem. Er staat hier een heleboel tekst. Ik heb het allemaal even in één keer op het blad gezet, zeg maar. Maar het zijn verschillende stappen die nodig zijn op het moment dat je gaat kijken naar hoe een bodem zich ontwikkelt. En ik zei het al, we hebben het over dynamica, ofwel een dynamisch proces waarbij de bodem continu beïnvloed wordt en daardoor verandert. En allereerst heb je daarbij fotosynthese nodig. Water en fotosynthese zorgen er natuurlijk voor dat er nieuw organisch materiaal kan komen. Planten kunnen groeien. En dat is belangrijk, want als die planten niet kunnen groeien, betekent dat ze ook niet meer kunnen afsterven. En dat afstervingsproces is, wat er bij nummer 2 staat, het organisch afval. Zoals je nu naar buiten kijkt, dan zie je gele bladeren aan de bomen. Nou, die vallen op een gegeven moment af. En die zullen een voedingsbron zijn voor de bodem. Datzelfde geldt voor dieren. Er zijn zat dieren die niet zo'n heel erg lange levensspannen hebben. Ja, die gaan dood en ook die worden opgenomen in de bodem en worden dan door schimmels en bacteriën als het ware opgelost. Het gevolg is dat dat organische afval van bladeren, dieren enzovoort zich ophoopt in de bovenste laag van de bodem. En dat is eigenlijk de eerste stap voor een soort cyclus waarin we dan weer teruggaan en opnieuw beginnen met de ontwikkeling van de bodem. Want die bacteriën en schimmels waar ik het net al over had, maar ook een bepaald soort wormen en kevers en dergelijke, die breken die organische massa af. En op het moment dat dat gebeurt, komen er gassen vrij. Wat zei je? Ja. Niet die vorm. Oh. Helaas. Zie het als zand met plantenresten. Oh. Smakelijk. Maar er komt CO2 vrij, er komt stikstof vrij. Nou, stikstof is natuurlijk een van de meest actueel gebruikte termen van de afgelopen paar weken. Calcium en ook kalium. En een deel daarvan wordt opgenomen door planten. Dus dan gaan planten weer groeien. En planten gebruiken die stoffen om weer groot te kunnen worden. Bomen gebruiken de stoffen om de bladeren te kunnen krijgen. Maar de rest blijft in de bodem achter. Nou, dan regent het. En wat er dan gebeurt is dat die mineralen en die stoffen uitspoelen in andere bodems. Zometeen ga ik jullie laten zien uit welke lagen de bodem allemaal bestaat. En dan zul je ook zien waar die niet opgenomen delen zeg maar achterblijven. Door die gedeeltelijke afbraak blijft er dus een gedeelte over. Dat zijn takjes, bladeren die moeilijk verteren. Bijvoorbeeld het skelet van een vogel of iets in die richting. En die zitten dan vaak in de humus. Dat zijn de plantenresten die nog herkenbaar zijn. Als je een zak potgrond koopt bij een tuincentrum of zoiets dergelijks, dan zie je dat ook wel vaker dat er nog stukjes organisch materiaal in zitten. Dat is niet helemaal fijn. Zand, om het maar zo te zeggen. En dat weet je dus eigenlijk dat je daar te maken hebt met een soort humus. Nou, uiteindelijk zal dat materiaal ook wel vergaan door verwering.
En dat heeft dan te maken met inwerking van water. Water zorgt weer voor een verrottingsproces, CO2 en bacteriën. Ofwel, het is een heel proces. En er komen mineralen vrij die weer opgenomen worden door de planten. Daardoor vindt er weer fotosynthese plaats, ontstaat er weer nieuw organisch materiaal, weer nieuw organisch afval, weer mineralisatie enzovoorts. Dus dat proces, dat gaat eigenlijk eindeloos als een soort kringloop door. En dat is heel belangrijk, want zonder die kringloop zouden wij geen natuur hebben zoals wij die nu kennen. Is dit een beetje te behappen? Dit is best ingewikkeld. En heel anders dan waar we de eerste periode mee bezig zijn geweest. Dus. Ik zal nog even pauze. Goed. Nou, dan de bodemsamenstelling. En voordat ik... Voordat ik het ga hebben over de uitleg hierbij, wil ik jullie eerst even kijken naar het plaatje hier links. Wanneer je spreekt over verschillende bodemlagen, spreek je wel over horizonten. En dat is een begrip waarvan ik hoop dat je het de volgende keer tegenkomt, dat je denkt van, oh, het gaat om verschillende lagen in de bodem. Zoals je ziet zijn er verschillende aangegeven en ik ga ze allemaal langs. Dus dan hoop ik dat je straks een beetje een beeld krijgt van, wat gebeurt er nou in welke laag van de bodem? We hebben het net al gehad over die bovenste laag. Dat is de laag met humus. En dat is wat je noemt de O-horizont. En waar ze het dan over hebben, de officiële benaming is dat het de moerige horizont is. Ofwel een strooisellaag. En als je het hebt over moerig materiaal, dan moet je denken aan zand met heel veel organische stof. Dus eigenlijk is het meer organisch restmateriaal dat overgebleven is dan schoon zand. En dat komt gewoon omdat dat natuurlijk de bovenste laag is waar die bladeren en andere organische onderdelen, om het maar zo te zeggen, opgevallen zijn. Nou, dat is dus de bovenste laag. En die gaat natuurlijk niet, zoals je hier ziet, helemaal perfect in zo'n lijntje over naar de volgende laag. Dat gaat niet. Ik moet het zo doen. Naar de A-horizon. Want eigenlijk zit er in die A-horizon overigens humus. Want je hebt hier ook nog steeds te maken met zo'n minerale laag. Hè? Want er zit een bovenlaag in met organische stof. Want die organische materialen afkomstig van bladeren en skeletjes van dieren enzovoorts. Die vallen natuurlijk op de bodem en die zullen langzaamaan die grond inzakken. Het enige grote verschil is dat ze hier vrijwel geheel verteerd zijn. In de praktijk zul je zand in die A-horizon zien als echt gewoon... wat je tuinaarde noemt. Dus een mooie, schone, zwarte grond met niet heel veel restmateriaal daar meer in. Zoals je ook ziet, is die A-horizon een stuk dikker dan de laag met humus waar we het net over hebben gehad. Heeft even een idee waarom die laag humus, dus de horizon, niet zo dik is? Nee, die bestaat dus eigenlijk voornamelijk uit humus. Waarom zou die niet zo dik zijn? Denk erbij aan wat ik hiervoor heb verteld. Over het cyclische proces. Planten. Ja? Planten nemen alles op. Ja, nou bijna alles wel. Planten nemen heel veel materiaal op. En op het moment dat er weinig snelheid zit in die opname, zal zo'n humuslaag veel dikker zijn. Ga je nou bijvoorbeeld naar de tropen, daar is die humuslaag heel dun. En dat komt omdat het daar zo ontzettend warm is. Dus daar hebben schimmels en bacteriën natuurlijk veel meer kans om materiaal te verteren. Plus dat de planten daar veel meer voedingsstoffen gebruiken, omdat er gewoon heel veel planten staan. Dus daar gaat het proces veel sneller en dan is dus die bovenste laag veel dunner. In Nederland varieert het een beetje van waar je komt. Nou, A-horizon dus, dat is eigenlijk een soort overgangslaag waarbij dus die humuslaag mooi verteerd is. En daar heb je dus mooie zwarte grond waarin de planten graag groeien. Dan gaan we nog iets dieper de grond in, de E-horizon, en dat is wat je noemt, en dan komt er een begrip langs, een uitspoelingslaag. We zeiden net al dat in die laag met organisch materiaal allerlei voedingsstoffen zitten. We hadden het over stikstof, we hadden het over CO2, we hadden het over kalium, calcium. En er zitten nog meer deeltjes in, er zitten ijzerdeeltjes in, aluminiumdeeltjes. En omdat er natuurlijk ook waterstromen in de bodem zitten, worden die mineralen meegenomen en die worden dan elders afgezet. Nou, dat is wat gebeurt in die E-horizont. En dat noemen ze dus letterlijk de
uitspoelingslaag. Ze worden hier weggespoeld uit die laag erboven en gaan door die e-horizont heen naar de onderlaag waar we zo meteen terechtkomen. Dat wil dus niet zeggen dat die e-horizont een soort vergaarbak is met allemaal mineralen, want ook hier kunnen ze dus nog doorheen zakken. Het klinkt allemaal een beetje alsof je een soort vergiet gebruikt, waarin verschillende lagen zitten. En het duurt een tijdje voordat de stoffen die helemaal bovenin lagen, door dat vergiet heen gezakt zijn en aan de onderkant weer uitkomen. Eigenlijk is dat wat er hier gebeurt. Net zolang totdat ze niet verder meer kunnen. En dat is wat er gebeurt in de B-horizon. Dat is eigenlijk je onderlaag. En dat is de inspoelingslaag. Dus uitspoeling. Hier gaat het materiaal uit. Dus daar gaan de mineralen vandaan. En die komen terecht uiteindelijk in je B-horizon. En dus de inspoelingslaag. En ik heb het er hier nog maar even bij gezet. Dus alle uitgespoelde deeltjes uit zowel de horizon A als E-horizon zijn daarin terechtgekomen. Dus heel langzaamaan zijn die naar beneden gezakt. Nou, en zoals je dan misschien op het plaatje ziet, zijn er dan nog twee horizonten over. De C en de R horizont. En daar heb je allereerst moedermateriaal. Moedermateriaal is eigenlijk al de bron waarop de andere lagen terechtgekomen zijn. Als je in Nederland gaat kijken, heb je verschillende lagen. Afzettingen door rivieren, afzettingen uit het Pleistoceen, dus dat is zand, stuifzand, afkomstig van de zeebodem. Tijdens ijstijd lag de Noordzee natuurlijk droog. Dan heb je weer een keer een warme periode, dus dan lig je weer een donkere laag op met humus. Eigenlijk is dat dan weer een nieuwe A-horizon en dan komt er weer een nieuwe laag met zand overheen. Als je bijvoorbeeld in Utrecht en dan aan de oostkant van Utrecht een gat zou gaan graven in de grond, kun je die gelaagdheid heel mooi zien. Je ziet een donkere laag, nou, dat is je bovenste horizon, dus vaak een O en A samen. Dan heb je een laag zand, Pleistoceen zand. Dan heb je weer een donkere laag uit het Eemien. Eemien was een warme periode. Dus eigenlijk heb je dan weer een A-horizon. Nou, dan komt er daarna weer een zandlaag, weer zo'n E-horizon terecht. En zo zie je dat het dus nooit hetzelfde is. Dus waar je ook komt in Nederland, of waar ook ter wereld, zie je dat dus de samenstelling van die bodem verschilt. En zo ook die bodem. Heeft een van jullie een idee waaruit de bodem van Nederland bestaat? Welk materiaal? Klein veen. Veen en beiden. Klein veen. Zijn dat geen afzettingen? Is dat een gesteente of niet? Oh, kalksteen, precies. Ja. Eigenlijk bestaat de bodem van Nederland voor het grootste deel uit kalksteen. En die is afgezet in het krijt. Dus dan heb je het over 400 miljoen jaar geleden, uit mijn hoofd. En dat materiaal, dat zit in de bodem. In Limburg komt het aan het oppervlak. Denk aan de mergelgrotten daar, dat is gewoon kalksteen. In Twente heb je het voor een deel aan het oppervlak. Maar in Noordwest-Nederland natuurlijk niet. En er zit zo'n ontzettende dikke laag klei overheen. Waardoor dus die lage structuur anders is. Nou, dan heb je de C-horizon. Er staat wat meer tekst bij, want ik heb daar nog even twee dingen uitgelegd. Het gaat hier om het moedermateriaal. En dat materiaal is eigenlijk weinig aangetast door die bodemvormende processen. Dus hier heb je weinig te maken met de invloed van bacteriën, weinig invloed van humus en dergelijke. Maar er zijn twee processen die wel plaatsvinden. En die heb ik daaronder uitgelegd. Dat zijn rijping en ontkalking. Wat is dat nou, rijping? Stel nou, je gaat een gebied inpolderen. Nou, dat is hier natuurlijk in Flevoland gebeurd. Dan moet die bodem als het ware wennen aan het feit dat die in contact komt met zuurstof. Als er veel water overheen loopt, dan is de samenstelling van het contact dat die bodem krijgt met lucht, met zuurstof, heel anders dan wanneer die direct in contact staat met de buitenlucht. Dus voordat bijvoorbeeld nadat Flevoland was ingepolderd de eerste planten erop gezet konden worden, moest die bodem eerst rijpen. En daardoor veranderde de bodemsamenstelling. Nou, aan de andere kant heb je ook nog ontkalking. Organisch materiaal kan heel kalkrijk zijn. En als dat in contact komt met relatief zuur regenwater, dan lost de kalk op. En dat kan ook gebeuren dan, op het moment dat het bemest wordt, want in mest zit ook heel veel zuur. Nou ja, dan lost die kalk op in het organisch materiaal en dan verandert de bodemsamenstelling ook. Als je gaat kijken
naar bepaalde plantensoorten. Heideplanten zul je nooit tegenkomen in een veenweidegebied. A, omdat het een nat is, maar B, ook omdat de grond veel te zuur is. Dat zeg ik verkeerd. Nee, dat zeg ik wel goed. Veel te zuur, ja. Terwijl de zandbodems juist meer kalk rijk zijn. En daardoor een andere plantengroei hebben. Dan hebben we er nog één. De horizont, dat is de laatste. En dat is gewoon de bodem. En in dat geval is dat de kalk in Nederland. En die is slecht doordringbaar. En daarbovenop liggen dus eigenlijk alle lagen sediment. Zo zie je dus maar weer dat de bodem in Nederland heel veel verschillende lagen heeft. En dat deze bodems niet alleen in Nederland zo ingewikkeld zijn, maar ook in het buitenland. Gaan we eens kijken in de Grand Canyon. Ook daar zie je heel veel lagen, en dan zijn het voornamelijk gewoon harde gesteenten, die over elkaar zijn afgezet. Dus als je een keer, en dat gaan wij niet doen, een bodemprofiel zou moeten maken van hoe een bodem eruit ziet, dan kun je dus heel mooi waarnemen dat er in een bodem verschillende lagen zijn. En dat zijn die lagen die we nu net hebben behandeld. Ja. In Nederland was dit kalk, toch? Ja, kalksteen. Kalksteen is in ieder geval... Kijk, uiteindelijk kom je op graniet terecht, hè. Onder die kalksteen zit natuurlijk nog het moedermateriaal van de aardkorst. En dat is kalk, is graniet. En dan daaroverheen is dan die kalksteen weer afgezet. Maar goed, het gaat wel heel ver. Nou, ik zal het bord met me aanraken. Je ziet dat er dus verschillende onderdelen zijn. Hey, weet jullie nog welke sferen wij hadden? Biosfeer. Nou, dat klinkt gelukkig goed. Dat is niet geheel onbekend. Biosfeer. Oh, die is één. Dom. Dat is de halve wetende sfeer. Maar goed, in ieder geval die sferen die hebben hiermee te maken. Als je het hebt over biosfeer, dan ga je het natuurlijk hebben over plant, dier, mens. Geosfeer is de bodem. Ondergrond, gesteente, relief. Je hebt water en lucht. Hydrosfeer valt natuurlijk onder water. Atmosfeer is lucht. Al die dingen hebben met elkaar te maken. En die staan hier natuurlijk allemaal op. Dus het is slim voor jezelf om te kijken naar welke sferen hebben nou met elkaar te maken. Op het moment dat wij meer CO2 uitstoten, kan dat gevolgen hebben voor de biosfeer. Want planten reageren op de mate van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Op het moment dat wij een bodem afgraven, dan kan dat betekenen dat de hoeveelheid voedingsstoffen verdwijnen. Ook dan weer heb je invloed, en dan gaat het over de biosfeer met planten, hè, dat je daarmee de plantengroei beïnvloedt. Minder plantengroei betekent invloed op de hydrosfeer, want die planten houden de bodem vast. Dus regent het dan een keer flink, dan spoelt die bodem weer weg en dat heeft dan weer invloed op de ondergrond. Dus je ziet dat er continu relaties bestaan tussen die verschillende sferen. En als er dus, en dat eigenlijk staat er dus al naast, als er één verandert, veranderen de anderen mee. Omdat ze, nogmaals, allemaal met elkaar in relatie staan. En er is nog één over, klimaat. Klimaat is natuurlijk alles overkoepelend. Want op het moment dat wij hier temperaturen zouden krijgen zoals in Spanje, en dan met name Zuidoost-Spanje, dan zou dat kunnen resulteren in verwoestijning. Met alle gevolgen van dien. Temperatuurstijging. Planten en diersoorten sterven uit, de bodem degradeert heel snel, er is minder water beschikbaar, enzovoorts, enzovoorts. Het klimaat kan ook alles invloed op water. Heeft ook op water invloed. Ja. Want op het moment dat er meer verdamping gaat plaatsvinden, nee, maar ik vind dat geen gekke opmerking hoor. Op het moment dat er meer verdamping gaat plaatsvinden, dat betekent dat de kans op enorme hoeveelheid neerslag ook heel groot is, dus is de kans op overstromingen weer groot. Ja. Er zit ook een tussenstapje tussen, maar je ziet dat het dus allemaal met elkaar te maken heeft. Ja. Wat zijn bijvoorbeeld de interne... Wat zei je, sorry? Wat zijn nou de interne invloeden bij elementen? Interne, bijvoorbeeld vulkanisme, aardbevingen. Daar hebben we in Nederland natuurlijk niet zoveel mee te maken. Maar op het moment dat je een vulkaanuitbarsting krijgt, dan zorgt die voor weer voedselrijke bodems. Uiteindelijk. Anders moet dus materiaal over het algemeen veel mineralen bevat. Dus op die manier kan die weer invloed hebben op bijvoorbeeld de biosfeer. Zijn hier nog andere vragen over? Want dan zijn we klaar met uitleg. Ja. Ja. Ja.
Ga ik zo meteen doen. Nee hoor, de horizon. Oh, man.